Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van september met je bespreken. Ik heb in september 5 boeken gelezen. Er zaten soms wat dunnere boeken bij die niet zo heel dik waren. Dus vandaar dat ik weer eens wat meer heb gelezen. En ik ga je vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van september, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek April Cookies en is geschreven door Janneke Stemmerdink. Dit boek gaat over april, hoe kan het ook anders. En het is zomertijd en voor april betekent dat meer dan 's avonds een uurtje langer licht. Want zodra de klok vooruit gaat, beginnen bij haar de lentekriebels op te spelen en wordt ze verliefd. Elk voorjaar weer. Zodra echter dan de zomer voorbij is, is haar verliefdheid ook weer over en zijn haar relaties dan ook weer voorbij. Ze heeft dan ook besloten om dit jaar eens een keertje niet verliefd te worden, want het is toch elke keer van tijdelijke aard en ze is er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ze heeft namelijk ook te maken gehad met een stalker bij een van haar laatste liefdes. Toen ze de relatie verbrak, toen is hij haar gaan stalken. En ja, het was zo'n nare ervaring voor haar. Daar voelde ze zich totaal niet blij mee. Ook wil ze eigenlijk haar grote droom verwezenlijken. En dat is haar eigen bakkerij openen met haar zelfgebakken koekjes. Dit is een droom die ze al heel lang heeft en eindelijk kan ze deze gaan waarmaken. Ze maakt altijd de lekkerste koekjes en ja, ze gelooft in het concept dat dit ook echt wel gaat kunnen verkopen. Ze komt dan alleen in aanraking met een dierenarts en dit is Stef. Ze past op wat dieren van haar zus en als een van deze diertjes wat heeft, moet ze naar de dierenarts toe. En ze gaat dan ook naar de dierenarts waar haar zus ook altijd is. Haar zus is op reis, dus vandaar dat zij op de dieren past. En daar staat ineens een hele andere man dan de dierenarts die ze gewend is. Ze hebben eigenlijk meteen wel een vrij leuke klik, maar omdat April heeft besloten om niet verliefd te worden, vindt ze deze man een perfecte match voor haar andere zus en ze probeert hun dan ook te koppelen. Ze nodigt ze uit op haar verjaardag en ja, eigenlijk heeft haar zus al vrij snel in de gaten wat ze wil proberen en heeft ze zoiets van stop je mee, want ik kan prima mijn eigen keuzes maken op het gebied van liefde. En ook haar familie is niet heel erg blij met de koppelpoging die April probeert te doen. En ja, ondanks dat ze het best leuk hebben samen, heeft Stef eigenlijk best wel oog voor April. Vindt ze een goede locatie voor de bakkerij en alles is geregeld. Alleen dit is totaal een stuk verder weg dan van Stef vandaan. En ondanks dat ze het wel heel leuk hebben, vindt hij het toch ook wel heel erg jammer dat ze dit niet in overleg heeft gedaan. Omdat ze elkaar dan toch minder kunnen zien. Ook al hebben ze nog geen relatie, omdat April dit natuurlijk niet wil. Maar hij voelt wel gewoon een soort van vriendschap en eigenlijk wel meer. Nou, als ze dan eindelijk klaar is om naar die bakkerij over te gaan, blijkt dus dat ze opgelicht is en heeft ze helemaal niks meer. En geen bakkerij en geen appartement wat ze daarboven zou kunnen huren. Het appartement waar ze in zat heeft ze al opgezegd. Dus ze heeft gewoon een heel erg groot probleem. Ze trekt dan tijdelijk bij haar ouders in en intussen gaat ze dus op zoek naar een nieuwe locatie voor haar haar bakkerij en ze gaat ook eigenlijk wel heel erg veel nadenken over de situatie met Stef. En ja, eigenlijk is ze stiekem toch wel verliefd op hem, maar dat wil ze nog steeds niet toegeven. Dan komt een van haar beste vriendinnen met een heel mooi pand aanzetten met een appartement erboven wat vrijkomt en wat ze zou kunnen huren. Dus ze gaan met een hele grote groep gaan ze die hele winkel gaan ze opknappen en het appartement, waardoor ze dus toch haar eigen zaak kan openen. Nou, de opening is dan ook een groot succes. En ook Stef komt even langs, maar die is samen met een andere vrouw. En dat steekt toch bij April, want omdat ze er nu toch achter is dat ze toch eigenlijk wel verliefd is op Stef, maar eigenlijk aan hem heeft aangegeven dat ze geen relatie meer wil, vindt ze het toch moeilijk om hem met iemand anders te zien. Op de een of andere manier treffen ze elkaar dan toch weer en ja, dit vindt ze eigenlijk ook wel heel erg moeilijk. Vooral omdat ze
ja, dus toch met die gevoelens zit. En ze denkt dus dat Stef een andere relatie heeft inmiddels. Of dit in feite zo is, of wie die andere dame is en of hun een relatie hebben, dat laat ik in het midden. Ik zal ook niet verklappen of uiteindelijk Stef en April toch bij elkaar komen. Want dat is echt iets wat je zelf zou moeten ontdekken. Maar ik vond het wel een heel erg leuk boek om te lezen en heb er wel heel erg van genoten, moet ik zeggen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Alles voor Ons. Is geschreven door Wendy Brokers en komt uit de Onvoorwaardelijk serie. En dit is boek deel 2. Dit boek gaat over Aniek en Fedde. En ik moest eerst eventjes goed terugdenken, want ik heb het eerste boek gelezen en toen vielen de puzzelstukjes bij mij weer op zijn plaats. Want Fedde is dus de broer van het hoofdpersonage van boek 1. Aniek is bij de politie. Dat heeft ze eigenlijk met één reden gedaan. Ze wil zoveel mogelijk vrouwen behoeden voor wat haar in het verleden is overkomen. Het achterste van haar tong laat ze dan ook zelden zien en over haar privéleven praat ze eigenlijk nog minder. Ze heeft zich ook heilig voorgenomen om nooit meer iemand voor de volle 100% te vertrouwen of nog erger van iemand afhankelijk te worden. Fedde is niet op zoek naar een relatie, maar als Aniek hem min of meer letterlijk in de schoot geworpen wordt, vindt hij haar toch wel leuk. Toch is bij de tweede ontmoeting irritatie het enige wat ze bij elkaar op lijken te wekken. Vooral omdat ze elkaar op een niet zo leuke manier weer tegen het lijf lopen. En ondanks de irritatie kriebelt er toch iets. Dan komt er een derde ontmoeting en dat mag scheepsrecht zijn. En hij weet gewoon als hij slim is dat hij haar direct zal vergeten. Maar dit vindt hij ook eigenlijk heel erg moeilijk. Want hoe beter hij Aniek leert kennen, hoe minder daarvan eigenlijk terecht komt. Aniek die draagt natuurlijk een heleboel geheimen met zich mee. En ze woont in een studentenhuis waar ze eigenlijk helemaal niet zo gelukkig is. Vooral ook vanwege haar nachtdiensten, dat ze overdag moet slapen. Ze heeft heel veel last van overlast eigenlijk. Waardoor ze gewoon uitgeput uit die nachtdiensten komt. Fedde woont op een woonboot en hij woont dan in Utrecht en zij in Amsterdam. En als hij dan tegen haar zegt, goh, kom gewoon een paar nachten of dagen hier slapen, dat je weer goed opgeladen bent voor die nachtdiensten, twijfelt ze heel erg, maar als ze haar ogen bijna niet meer open kan houden, besluit ze op dit aanbod in te gaan. Ze vindt het alleen wel heel erg moeilijk, want Fedde heeft een kat waar ze eigenlijk gewoon hartstikke bang voor is. En ze vindt het heel erg moeilijk om hem dus te vertrouwen. Ze vraagt ook direct of hij een slot heeft op de slaapkamer. Nou, die is er niet. En dat zorgt voor wat ongemakkelijke situaties. Beetje bij beetje komt ze toch wat meer bij Fedde over de vloer. En ze durft het zelfs aan om samen met hem in één bed te slapen. Gewoon alleen slapen. Ze vindt het wel heel erg spannend. Maar ze gaat dit toch wel doen. En als ze dan ook nog eens een ontmoeting krijgt met zijn moeder, wordt het allemaal toch wel heel erg ongemakkelijk, wat eigenlijk ook heel toevallig is. Je merkt gewoon toch dat van beide kanten heel veel issues zijn en dan loopt het ook volledig uit de hand. En staan ze ineens op niet zulke goede voet meer met elkaar. Dan heeft Fedde ineens toch een oppas nodig voor zijn kat en Aniek wil dit wel doen. Ondanks dat ze er eigenlijk heel erg bang voor is, begint ze hem toch beetje bij beetje dit diertje wel te waarderen. En vindt ze het eigenlijk ook wel fijn op die woonboot. Of ze hun issues kunnen overwinnen, of ze allebei hun problemen aan de kant kunnen zetten, want Fedde heeft problemen en Aniek ook. En of Aniek ook compleet eerlijk durft te zijn tegenover Fedde, laat ik in het midden. Uiteindelijk vond ik het echt een heel erg mooi boek en heb ik er ook echt wel van genoten, omdat je dan toch wel ziet dat ze, ja, toch wel, je ziet wat meer de verhalen achter de personages, waardoor je de personages beter gaat begrijpen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Met een beetje fantasie, geschreven door Denise Meijer en komt uit de Werkelijk Waar serie deel 1. Dit boek gaat over Liv. En Liv die kon haar geluk niet op toen ze naar de opleiding werd aangenomen bij een bruidsmodezaak Tulle & Kant.
Ze is coupeuse en ze maakt hele elegante trouwjurken op maat. En stiekem dromen ze ervan om eigenlijk haar eigen ontwerpen in de etalage te zien. Maar sinds de winkel is overgenomen door een andere eigenaresse, gaat het helemaal niet goed meer met deze zaak. En Liv is daarom ook bang dat ze binnenkort haar droombaan kwijt zal raken. Als haar nieuwe buurvrouw Flore aanbelt, die dringend hulp nodig heeft bij een zelfgemaakte jurk, belandt Liv eigenlijk in een hele nieuwe wereld. Vol prinsessenjurken en andere kostuums, want Flore heeft een hele grote vriendengroep die gaan naar van die bepaalde feesten of bijeenkomsten waar ze dus allemaal verkleed komen. En Flore dan heel uitgebreid aan haar vriendinnen heeft verteld hoe goed Liv haar heeft geholpen, willen heel veel van haar vriendinnen dus ook wel zo'n mooie jurk. En besluiten ze om een soort groep te vormen waarin Liv hun gaat leren hoe ze zelf hun eigen kleding kunnen maken. Dit kan in de schuur bij haar ouders. Ze wordt ook eigenlijk gelijk heel goed opgenomen in de vriendengroep van Flore. Maar één iemand zit totaal niet op haar te wachten. Maar hij komt heel bekend voor in Liv's ogen, maar ze kan niet plaatsen waar ze hem van zou kunnen kennen. Intussen droomt Liv's beste vriendin Janine van een aanzoek, maar haar vriend Harm heeft hier totaal geen haast bij. En Janine geeft dus steeds wel hints aan hem, maar die komen blijkbaar niet aan, want hij begrijpt er helemaal niks van. En dit zorgt ook wel voor een beetje wat wrijving en waardoor Janine eigenlijk niet meer goed weet wat ze ermee aan moet. Liv, met die bekende man, het is dus de broer van Flore, komt er op een gegeven moment toch achter waar ze deze jongen van zou kunnen kennen. En ze begrijpt ineens ook waar het starre gedrag bij hem vandaan komt. Hij wordt later wel wat milder en ze beginnen elkaar eigenlijk wel een beetje leuk te vinden. En de grote vraag is dus dan ook, die ik niet ga beantwoorden in, zou er misschien iets moois tussen hun op kunnen bloeien? Dit boek sloot af met zo'n grote cliffhanger. Ik dacht echt, ik ga nu verder lezen. Toen was het boek afgelopen. Dus daar moet ik dus echt op wachten op het volgende deel. Ik heb wel heel erg genoten van dit boek. Het is wel, de wereld van die kostuums en zo is mij niet bekend. Maar ik vond het wel een heel erg mooi boek. En heb hem toch wel met heel veel plezier gelezen. En kan eigenlijk niet wachten om met boek 2 te beginnen. Want ik wil eigenlijk gewoon heel graag weten hoe die cliffhanger afloopt. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Uitnodiging. Is geschreven door V.K. Land. Dit boek gaat over Stella Bardot. En Stella die is op een bruiloft. Maar niet zomaar een bruiloft. Nee, een hele chique en dure bruiloft. Ze heeft eigenlijk nog nooit zoveel luxe in één ruimte gezien. Wat alleen niemand weet is dat Stella ook echt helemaal niemand kent op die bruiloft. Ze is er wel met haar goede vriend heen gegaan. Want ze hoort eigenlijk helemaal niet bij deze bruiloft te zijn. Maar ze heeft toch haar redenen om deze bruiloft stiekem bij te wonen. Maar het feit blijft wel dat ze eigenlijk geen uitnodiging had. Op het feest ontmoet ze de knappe Hudson Rothschild. En hij vraagt haar ten dans en Stella is meteen helemaal weg van hem. Ze weet eigenlijk wel dat het niet verstandig is om te flirten op een bruiloft waar ze niets te zoeken heeft. Maar ze kan het toch niet laten. Dan wordt het geheim ontdekt van Stella en weet ze niet hoe snel ze weg moet komen van deze bruiloft. Ze gaat er dus in de haast vandoor, maar ze vergeet daardoor haar telefoon. En de telefoon die wordt gevonden door deze Hudson. Ze krijgt dan ook de uitnodiging om deze telefoon mee om op te komen halen, waar ze eigenlijk op zich wel blij mee is, want ze stond eigenlijk op het punt om een nieuwe te kopen. Maar ze vindt het ook wel heel erg spannend om weer daarheen te gaan, omdat ze inmiddels weet dat hij haar geheim heeft ontdekt, waardoor dat ze niet genodigd op die bruiloft was. Hudson is best wel bot tegen haar. Dat gaat niet van een heel leien dakje. Dat gaat allemaal niet zo heel erg geweldig. De bruiloft was van de zus van Hudson. En Stella die heeft een eigen bedrijfje in. Of althans, die wil ze opzetten met parfumpjes en dat soort dingetjes. Maar doordat haar zakenpartner en tevens haar ex haar heeft laten zitten, heeft ze het geld niet om deze zaak verder meer een doorstart te geven. Dus dit wordt allemaal best wel lastig.
Eigenlijk is de zus van Hudson heel vergevingsgezind en nodigt haar zelfs uit voor de lunch. En biedt haar de mogelijkheid om haar bedrijf op te kunnen starten. Stella vindt dit echter best wel een lastige stap, want ze weet niet of ze hiermee in zee wil gaan. Ze moet ook voor een commissie verschijnen en wie zit er in die commissie? Hudson. Nou, hij wil in eerste instantie helemaal niks weten van dit hele plan en zijn zus weet hem er toch van te overtuigen dat hij Stella deze kans moet geven. Ja, en dan begint eigenlijk voor Stella een hele nieuwe wereld, want ze leert nieuwe mensen kennen. Ze kan ineens haar bedrijfje van de grond gaan opzetten en hier volgen heel veel stappen in. Ze moet ook wel dingetjes samenwerken met Hudson, maar de band wordt steeds beter. Of eindelijk haar bedrijf een succes wordt en of er eventueel ook nog liefde in zit voor Stella, laat ik in het midden. Maar ik vond het echt wel een superleuk boek om te lezen en heb er uiteindelijk wel heel erg van genoten. En ook wel de redenen waarom Stella op die bruiloft was, wordt uiteindelijk duidelijk en is dan toch ook wel weer heel erg mooi. Dus ja, ik vond het een heel mooi boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Cappuccino en Bitterkoekjes. Het is geschreven door Angelique van Domme. Dit boek gaat over Suus. Suus is docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs, maar ze twijfelt eigenlijk steeds vaker of dit beroep nog wel bij haar past. Ze merkt dat de kinderen er minder aandacht voor hebben en steeds meer bezig zijn met haar mobieltjes en ze ziet er ook steeds vaker tegenop om naar haar werk te gaan. Ook haar huwelijk met Justine is niet het sprookje waar ze op had gehoopt. En hij is vreemd gegaan en ze heeft er zich eigenlijk nooit overheen kunnen zetten, wat natuurlijk wel heel logisch is, want het is altijd iets wat een issue is gebleken. Net voor de zomervakantie van start gaat, krijgt ze eigenlijk een verontrustend telefoontje van Berend. Dit is de buurman van haar moeder Ebba en zij is door Janus de herdershond gevonden, nadat ze van een ladder is gevallen. En het blijkt dan ook dat de moeder van Suus een lange revalidatie voor de boeg heeft. Suus besluit dan ook om haar zomervakantie door te gaan brengen in Drenthe, in het huis van haar moeder, waar ze dus ook voor haar moeder kan zorgen en tevens het koffiehuis open kan houden, wat haar moeder dus heeft, zodat haar moeder wel inkomsten heeft. Door de tekorten in de gezondheidszorg is het echter wel heel erg lastig om haar moeder naar huis te laten komen, want Suus kan in de zomervakantie wel voor haar zorgen, maar na de zomervakantie zal ze toch weer terug moeten naar haar eigen leven. Intussen heeft Suus wel het besluit genomen dat ze niet meer terug zal gaan naar Justin en heeft de relatie verbroken. Dit is allemaal wel heel pijnlijk, want ook als ze haar spullen op gaat halen, blijkt Justin gewoon al een nieuwe vrouw in hun huis hebben toegelaten. De band tussen hun twee gaat ook totaal niet goed, want het huis zal verkocht moeten worden. En Justin probeert zich hier nogal makkelijk van af te maken, maar Suus gaat hier niet mee akkoord. En ze gaat de strijd dan ook echt aan. Met kunst en vliegwerk krijgen ze toch voor elkaar dat de zorg van haar moeder rondkomt. Maar toch laat Suus haar elke keer niet met een gerust hart achter als zij weer terug moet naar haar eigen leven. Na een schokkende gebeurtenis stort het kaartenhuis rondom de zorg van haar moeder dan ook echt totaal in. En besluit Suus om onmiddellijk terug te gaan naar Drenthe. En hierdoor zorgt het ook voor dat Suus ineens gaat nadenken wat ze eigenlijk verder met haar leven zou willen. Ze wil eigenlijk niet meer terug naar de middelbare school waar ze geen plezier meer in heeft. En dan komt er eigenlijk een kans die zich aanbiedt, waardoor ze samen met de verpleegkundige van haar moeder, die eigenlijk ook niet meer gelukkig is in zijn werk omdat de druk te hoog is, ze een droomplan kunnen bedenken. En dit is ook nog samen met de neef van Berend, Gijs. En dan gaan ze kijken of dit droomplan haalbaar is. Of er voor Suus ook nog liefde in dit verhaal voorkomt, laat ik in het midden. En of het droomplan uiteindelijk gehaald wordt, ga ik natuurlijk ook niet vertellen. Maar ik vond het uiteindelijk toch wel een heel erg mooi boek om te lezen. Dan waren dit mijn gelezen boeken van september. Ik heb er toch weer stuk voor stuk van genoten en ben blij dat ik ze heb kunnen lezen. En ik ben ook wel benieuwd naar eventuele vervolgen die eraan zitten te komen. Ik ben benieuwd of jij als een van deze boeken hebt gelezen of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd zou zijn geworden naar een van deze boeken. Laat het zeker even weten in de comments.
Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doei!